Welkom bij aflevering 23 van Hansje. In het supportershome, de schub, kun je over de koppen lopen. Dat is logisch als je koploper bent. Ja, wij staan bovenaan. Ik had wel gelijk, hè. Erop knallen, er werd gewerkt. Daarom staan we nou bij deze schub. Een mooie uitslag, die 1-0. Zo kennen we ze weer. Maar wat had ik het benauwd op het eind, zeg. Hullikeeper, die smeerkees, mafkees en soms een beautykees. Kees Heemskerk, die hield bijna alles tegen. Volgens mij kreeg hij stiekem kieples van Brookhuis. Favoriete speler, Steve Langepiel, is de Wibi Shuriari van NEC. Ik heb al zijn cd's. Hij kan spelen op de vleugel en ook op de piano. Hij is zo snel, hij traint één dag in de week op Duindicht, die paardenrentbaan of wat dan ook. En hij beurt ook nog kilometergeld. Hij gaat hard en dan schiet hij er ook nog een penalty in. Tegenstander Emmen. Dat is weer de derde keer dat we tegen jullie spelen. Twee emmetjes water halen, dat is 3 puntjes pakken in die dierentuin. Dat is gewoon vol scoren tegen die M&M's en Jori Meloen nu schakelen. Want die speelt echt wel goed bij die Emmentalers. Dat had hij bij ons geleerd. Trouwens, in juli komt er weer zo'n M&M'er. Of hoe heet die gozer ook alweer? Deur op de Goffeltwee. Dat is toch zo'n rapper die alles in elkaar lult? Is dat niks voor jou, Gerry van Kampen? Dat doe je elke dag. En wij met schapen, hij gewoon vol. Ik hoop wel dat Groeneveld meedoet. Die kunnen we goed gebruiken. En Ananas, die kreeg nog een stier. Ik gaf hem gauw weer af. Dat is best gevaarlijk met zijn rood shirt aan. Maar nu hebben we eindelijk een trommel in het stadion. Wat een sfeer, zeg. Komt er een vrouwelijke klant bij Mini in de winkel. Ze was naar de Radboud geweest en inwendig gynaecologisch onderzoek. Lig ik naakt op dat bed met de benen in de beugels, komt er iemand met een witte jas binnen. En die zit naar mij te kijken en dan loopt hij weer weg. Even later weer zo'n kerel in een witte jas. Komt de derde, die zit naar mij te kijken. Ik word kwaad en ik zeg, ik lig hier al een half uur, wanneer word ik eigenlijk geholpen? Zet die van, dat weet ik niet, want we zien de gangen schilderen.